keer op dit dak geëindigd en de vorige keer hebben wij het Oscorp gebouw beklommen. En toen zijn we erachter gekomen wie hetgene bewaakt wat die slechteriken willen hebben. Dus dat ding wat je heel slecht kan maken. Ik kan het niet echt uitleggen, jongens. Dat was al zo lang geleden. En sorry trouwens dat het heel lang geleden is dat ik Spider-Man heb geüpload. Maar ik had gewoon dingen met mijn werk en al die dingen. Dus sorry daarvoor. Maar we gaan nu gewoon door. En ik zie dat we hier een tower hebben. Ergens. Hallo. Tower. Any tower, alsjeblieft. Remember that barbaric beast named the Rhino? Apparently last night he almost escaped from his cell in the raft. Opa. Well, no one there seems to know, but they assure me he's been relocated to a more secure cell. Gaan we nu naar de missie? Als ik nog een toren tegenkom, jongens, dan zal ik hem natuurlijk doen, maar even de... I mean, he's a 700 pound maniac with an indestructible horn. If there's a more secure cell, why wasn't he in it? Oké, waarom zo boos, schat? Waarom zo boos? Maar we gaan nu verder in ieder geval waar we gebleven waren. En waarschijnlijk gaan we nu naar die dokter toe die dat bewaakt. Die ding bewaakt. Crap. Oh nee. Oh, dat gaan we even niet doen. Ja, toen ik de vorige keer heb afgesloten, waren ze inderdaad met dit gesprek bezig. En blijkbaar, jongens, zien wij het nu vanaf haar perspectief. Ja, dat zie ik ook. Ja, inderdaad. Hopelijk heb ik ze natuurlijk niet nodig. Even kijken hoor, hoe we dat het beste kunnen doen. That gap in the fence looks promising. Just need to distract the guard. Oké, en hoe doe je dat? L2. Ja. En dan gooi, en dan R1. Hop. Gotta move. Ja, rennen. Nee, rennen, hoe ren je? Ik zei al, jongens, ik heb dit al heel lang niet meer gespeeld. Dus wees alsjeblieft niet mad. Oh, ik dacht dat ik... Houseguest. Must be Standish. He's here somewhere. Wait! Ja, ik kan niet rennen. Op een of andere rare manier, jongens. Sorry, dus ik ga vaak betrapt worden, denk ik. Maar ik kan niet rennen. Rennen lukt gewoon niet. Hoe ren je? Nee. Zie je, ik kan niet rennen. Hoe hard ik het ook probeer. Weten jullie nog wat rennen was? Blijft hij daar serieus staan? You gotta be kidding me, right? Hier, nog eentje. Ga kijken, ga. Je bent bewaken, je hoort. Bij elk geluidje hoor je erop af te gaan. Laat hem even passeren. Don't mind me. Terwijl... maak je geen zorgen om mij. Hier naar boven. Naarmate ik dit vandaag verder speel, jongens, ga ik wel. Weet ik denk ik wel hoe ik moet gaan rennen. Demons are killing anyone related to Devil's Breath. Okay. Standish is in real danger. Should get a photo of this. Ja, op wat? Oh, op this. Niet goed genoeg? Ja, alles. Got it. Yes. Time to move. Zeker. Als ik nog weet hoe ik moest rennen met dit ding. Even kijken. We hebben nog heel wat te gaan, jongens. Standish, I knew it. I've got to get to that tent. Ja, maar hoe? Als je niet kan rennen. Ik kan letterlijk niet rennen met dit ding. Klinkt misschien heel raar, maar... Dat kan gewoon niet. Dat kan meestal met dit soort mensen echt een probleem zijn. Oké, we moeten door die tent heen en vervolgens... Oké.
Standish must know something about Dr. Michaels. Een probleem worden, maar ik kan hem in ieder geval weglopen. Crap. Won't distract him for long. Wait. Ah, zie je? Ik kan niet rennen. Ja, sorry jongens dat ik zo vaak faal, maar ik kan niet rennen. Het lukt gewoon niet om te rennen. Snap? Begrijp je? Het lukt gewoon niet. Hoe hard ik het ook probeer. De controller is gewoon kapot. De controller die ik nu gebruik is gewoon kapot. Ja. Don't distract him for long. Nee. Oké. Ik moet het zachtjes aandoen. Ik weet het is stom om het zachtjes aan te doen. Vooral als er vijanden zijn, dan moet je juist heel snel zijn. Maar ik kan gewoon niet snel zijn nu. Enige idee waar ik nu naartoe moet. Oh, daar. Oh crap. Okay. They're moving him. Have to find out where before we lose our shot. Ik moet daar op en vervolgens die kant op te gaan. Dat gaat nog wel eens worden, vriend. Even kijken, waar zit die? Oh, er is geen knop. Even. Op. Better check it out. Ja, ja. Check het maar uit. Ga ik deze kant op. Ja, jullie de... Ja. Sorry jongens, maar ik kan gewoon niet harder rennen. Ik vind het ook vervelend. Nee, glitcht ook nog eens. Nou. Get that truck moving. Should have been uptown half an hour ago. Copy. We're rolling. The truck's about to move. Should use it as cover. Ik ren niet hard. Wait! Ja. Weet je wat? Ah, nee. Ja, oké. Okay. Ik gebruik nog deze aflevering. Rennen dan? Oh, daar. Die knop. Oké. Ik heb de knop gevonden waarmee je moet rennen, jongens. Ah. Made it. Oké, en nu? Hier omhoog? Prima, grap. Oké, hoe lang nog? 20 minuten. Oh, tuurlijk. Add two more units. He carries the only sample of Devil's Breath. Oh ja, Devil's Breath, zo heette dat natuurlijk. Ja, ik heb het al helemaal niet gespeeld, dus ik wist ook niet hoe dat ding heette, maar het heet Devil's Breath. Wait! Ah! Oké, ik heb. Het is R2 om te rennen. Daarom, maar ik had het gewoon verkeerd. Ik wist gewoon niet meer hoe dat moest, maar. Nu wel. Wat zou ik blij zijn als ik hier doorheen kom, jongens? Jullie willen niet weten hoe blij ik er dan mee ga zijn. Maar ja, ik hoop dat jullie zin in hebben in een nieuwe aflevering van Spider-Man. Ja, ik weet hoe ik moet rennen. Is easy. Oh! Ja. Oké, nu weet ik tenminste dat het daar ook eentje zit. Het is veel falen, maar ik weet nu in ieder geval dat daar ook eentje zit als ik er. Oké, nice. Omhoog. Dit laat ik vallen. Ik ga heel snel deze kant op. Deze kant op, die kant op. Oké, nu weet ik dat hier een ding. Dat hier een mannetje staat. En ik ga vervolgens. Hop. Stay alert. I think we got company. Ja. Je hebt zeker company. Ja, dit moest even zodat ik hier achter kon staan, maar nu gaat het voor het echtje gebeuren. Wacht maar op. Hallo, gooi dan ook. Oh fuck. Oh shit. Even kijken. Hop. Ja, langs. Vraag me niet hoe ik dit gedaan heb. Dat moet je me echt niet vragen, jongens, maar het is gelukt. We zijn er langs. Dr. Michaels is in one of these. Standish might know which one. Should grab another photo. Hoppa. Oké. Gotta move. Ja, dat snap ik ook wel, maar.
52 meter. There's Standish's tent. Ja, dat zie ik ook. Devil's Breath. Oh, hey, Philip. What's up with these lights? Ja, dit moet je heel, heel... Ga ik dit ooit doen? Wacht. Jou lok ik weg. Control, I heard something. Ja. Running a sweep. Can you get to that? Sector clear. Oh, dit gaat verbazingwekkend goed nu. Daar is die tent waar ik in moet zitten. Waar hij in moet zitten, degene die wij zoeken. Ik zou zeggen, dan lift je mee met dat ding, maar lijkt me geen goed idee. Better check it out. Ja, check jij het maar uit. Wait. Ah, ik dacht dat hij eraan toe was gelopen. Ik ben hier zo slecht in geworden, dat wil je niet weten. There's Standish's tent. Ah, we doen dit uit. Even kijken, waar moest ik ook weer naartoe? Daar. Snel. Ga ik hier naartoe? Jij komt alleen hier kijken. Dus. Jou lok ik. Even kijken, jou lok ik zo weg. Jij gaat daar kijken, ik ga hier langs. Voorzichtig hier langs. Oké, nice. Dan, hoe ga ik jou... Ja, jou weglokken is easy, maar... Dan is het... Ja, ik ben er ook bijna, maar... Nu goed graag. Hier. De verkeerde persoon. GG, de verkeerde persoon. Luisterde ernaar. Ga lopen. Oké, ik ga daar voortaan achter staan. Screw that, ik ga er voortaan achter staan, jongens. Ik denk dat dat slimmer is. Ik denk echt dat dat slimmer is dan wat ik nu, heb gedaan. Want dit is niet doen, man. Even kijken. Nou, nog eens. Even kijken. Hop. Zo. Ja, hoe ik deze voorbij... Ren. Ik gooi dit naar beneden, zodat jij hier naartoe komt. Hoppa. Dan lok ik jou daar weg. Ga er weg. Hier ga ik rustig lang. Oké. Wat we zo meteen moeten gaan doen. Is hier achter gaan zitten zodra hij dus wegloopt, ga ik naar binnen. Oké, hoe ver? Zo ver mogelijk. Hop. Ja, jij moet wat horen, vriend. Goed zo. Denk jij maar. Heel erg goed. Oké, nu moet ik wel nog één keer gooien. Gelukt, jongens, na 10.000 keer. Maar is wel... Oh, sorry. Maar het is wel gelukt. Sorry, verkeerde knop.
Charles Standish? Hey, oh, rustig, we doen je niks. Where is Dr. Morgan Michaels? Ja. Listen, Nee. Laat het wapen. Laat dat. He wants to kill me? Nee. Hey. Tell him to do it. Do it himself. I'm not rustig aan. Ik kom hier alleen helpen. I'm a reporter. Ja. Rustig aan. And I want to see Lee stopped. Just like you. What's that? Rustig aan, oké? Ja. Sable won't listen to me. Ja. She has Michaels in the Bowery. They're moving him to a new safe house tomorrow at noon. But she's totally ignoring Grand Central. Grand Central? The demons were talking about it when they held me. They're going there to get... Oh. To get what, Charles? What do the demons need to get at Grand Central? Ja, wat... Oh, nu komt ik het hier voor... Oh, was not a Sable guy. Definitely not a Sable guy. Sorry, Charlie. Okay, time to go. No, we moeten gaan. Something. Ja. Nou, lekker. We hebben dat hele ding voor niks gedaan. GG Spider-Man. Of GG ik eigenlijk, want ik speel zo meteen Spider-Man. En natuurlijk moest ik het weer. Waarom? Well, that was maybe the most awkward swing in my life. Mm-hmm. Jay is not happy. Nee, omdat ze bijna wat te weten kwam en jij kwam er weer tussen. Dus ik snap wel dat ze niet happy is. Maar goed, op naar de volgende missie. Hey, okay, another thing. Sorry, Charlie. You knock a man out. Destroy my background research, and the best you got is sorry, Charlie. Ach ja. Is everything a joke to you? What? MJ, no, I screwed up. It was a tension breaker. Tension breaker? Right. You know, this is exactly why we broke up. I thought we broke up so you could focus on your career. Ay. We broke up because you wouldn't stop treating me like a baby. Don't do this, MJ. Don't do that, MJ. Oh, that's too dangerous, MJ. I may not have super spider powers, but I'm not made out of glass. You snuck into the middle of an armed military. You know what? Can we? Kijk, aan de ene kant. Aan de ene kant, jongens, ik snap hem. Maar ik snap haar ook. Zij heeft zoiets van. Ik had bijna informatie. Jij komt ertussen. Boom. Geen informatie meer. En hij maakte zich alleen maar zorgen. Dus ik snap ze allebei. Maar ja. Something about Grand Central before I jumped in? Als je dat bij je vriendin doet. No. Dan. Ja. Dan is het gewoon zo. Filing deadline. Oh, ze heeft een deadline. Prima. That's how you know she's still mad. Ja, Peter. Als ze dat zegt. Als ze dat inderdaad zegt, dan weet je dat ze boos is. Maar ik heb geen... Gotta blow off some steam on patrol. Ja. Dus dat betekent dat ik... Hallo? Would you look at that? Half the crime tower's back up already. Yep. When spider cops on the job, come hell or high water, the job gets... Nope. She'd never admit it, but the chief was warming up to Spider Cop. His casual disregard for by-the-book thinking was a breath of fresh air. She'd come around. Ja, someday. Hoop het voor je. Even kijken, heb ik wat te doen hier? Nee, hè? Niet echt een missie waarvan je zegt, wow. Dus ik moet even wat agressie kwijt. Even op mensen neermappen, jongens, en dan komt het goed. Ik hou niet van sneaky doen. Ik hou gewoon van vechten. Hallo. Hallo. Het is juist de bedoeling dat jullie me zien. Jongens. Dat wil ik juist. Oh. Nou, ik ook. Wat dacht je dan van mij? Ik ook, vriend. Dan heb ik even mazzel dat jullie van die makkelijke mensen zijn. Hoppa. Hier was mis. Ik gebruik deze move al vanaf aflevering 1, nee, jongens. En we zitten nu in aflevering 8 of zo. En alsnog werkt het gewoon goed. Gewoon ongelooflijk. Nee.
Niet zo lang is mijn special move, hè. Deze gasten zijn slecht. Oh. Nou. Nog meer mensen. Nou. Oh, leuk. Oh. De baas heeft haaien gezegd. Oh. Ze haaien voor mij terug. Dat is toch mooi. Hoe minder slechter ik me voel, hoe beter ik kan trainen. Daarom heb ik dit ook gestart, jongens. Jullie weten meestal doe ik dit soort dingen niet, maar dit is gewoon om even in het spel weer te komen, want ik heb het al heel lang niet meer gedaan. Nee, maar jij wel. Ah, jullie zijn best. Ja. Inderdaad, en jullie weten dat jullie van mij gaan verliezen. Jullie weten het gewoon en jullie proberen het ons nog. Oh. Schild mensen zijn het makkelijk. Oh, oké. Meneer wil problemen. Meneer krijgt problemen. Nog iemand? Waren dat ze? Oh, dat waren ze niet. Oh. Boy. Dat lulletje schoot op je eigen man. Besef, ze hebben me nog geen één keer aangeraakt. Woehoehoe. Welkom in de Spider World. Die was mis. Lutzer. Bam. Maar niet uit wie jullie zijn. Ik ga jullie toch allemaal uit. Je schoot naast hem, je richtte op me en alsnog weet je niet naar uit te schakelen. Schaam jullie. Eén guy tegen een hele army. Moeten jullie beseffen. Eén guy tegen één hele army. En alsnog win ik. Hoe? Wat een amateurs. Maar oké. Actually webbed down. And someone finally reported shots fired, so I've got officers inbound. Oké. Good work. Prima. Nice. Hey, zie je? Even een side missietje doen. Oh, sorry. My bus broke down and there were no cabs. Nee, inderdaad. As soon as I can. Yep, we komen er zo snel mogelijk aan. Maar zagen jullie dat nou? Eén hele army tegen één guy. En alsnog weten ze mij niet te verslaan. Dan vraag ik me af, hoe dan? Dan vraag ik me echt af hoe. Maar goed. We gaan door naar de volgende missie. En die is bij het lab of ergens anders. Het kan zijn dat. Otto ons heeft. Miles' mom. Hallo? Mr. Parker? It's Dreel Morales. I want to thank you for getting Miles the job at the feast shelter. Ah, geen probleem. And please call me Peter. Mr. Parker is probably someone more together than me. I should tell you, he has reservations. Oh, that's more. I finally gave him a choice. This or more therapy. He needs this. Okay. He just hates to feel like a victim or be pitied. That's not big once a father is though. Gaan in ontploffing en dat is onze schuld. I'll make sure I'm there first. Mijn schuld. Thank you again. This means a lot to both of us. Graag gedaan. We hebben dus eigenlijk gewoon hem werk gegeven bij het opvangcentrum. Dat is basically wat er aan de hand is nu. Maar goed, we gaan door.
ben benieuwd waarvoor de professor ons nodig heeft. Nou, dat gaan we volgens mij zo zien. Ja, dit is rennen, zie je. Dus ik was echt even kwijt wat rennen was, want ik heb het al heel lang niet meer gespeeld, dus. Hey, sorry I'm late. Morning, Parker. Oh. Where's the evening? That doesn't matter. Inderdaad. Check the neurosensors, would you? We need a faster response time. Oh, okay. Even kijken waar... Try to get it under 3 milliseconds. Wat wil je precies dat ik check? Wauw. Mooi pakje hier zo. What is this, Doc? Never seen this type of material. Would you believe it's for welding? Provides remarkable magnetic insulation and limits cross-contamination between the neural interface and arms. Waar moet ik naartoe? Ja, wat krijg je er nou van, jongens, als je heel lang niet meer gespeeld hebt? Even kijken. Ah. Daar naartoe. Oké. Ik ben benieuwd. Waarschijnlijk weer een puzzel. Dus. Ja. Dus, we zullen moeten gaan puzzelen weer. Ja. Okay, looks like I could optimize this power relay. Oh, weer een positief en negatief ding. Laat ik even al de dingen die ik op kan rapen, oprapen. Okay, dit is het begin. Als je dit, zo, even een patroon. Zo moet het doen, en dan ga je zo draaien dit om. Ja, ik heb hem. Denk ik. De vraag is dat ook wel zo? Wacht, nee, ik heb hem niet. Kan die ook? Oh. Kan deze ook zo? Ik kan alleen maar naar beneden, kan die kan niet op. Oké. Dus, oké. Ja, dan vraag je me wat. Ik moet sowieso die kant op. Zo, hier zo. Dan. Sowieso deze kant. Maar dan. Positief. Oh, nee. Deze nodig. Ja, dus dat is automatisch al goed. Maar dan. Ik kan die kant niet doen. Huh? Sorry jongens, maar ik sla deze over. Jullie mogen het zien, ik sla deze gewoon over. Nice. Deze puzzel is gewoon echt te moeilijk. Looks like some impedance in this neurosensor circuit. Oh my. Okay. Dit kan niet en dit kan ook niet weggehaald worden, dus hij moet zo. Hij moet wel die kant op. How I gonna do that? Wacht, kan die echt geen kant op? Oké. Okay. Ja, hij kan alleen maar naar beneden, dus oké. Okay. Ja. Ik weet het denk ik al hoor. Zo. Dan denken jullie, ho, hou dit in wat ben je aan het doen, maar. Kan ik dit veranderen? Nee, dus ik. Oké. Als ik deze nu draai, dat gaat niet. Bijneem. Wacht. Als deze verkeerd is, kan deze rechtdoor. Ops, en dan hier een hoek om. Draaien.
deze draaien, draaien. Positief, negatief, positief, negatief. Hoek. Oké, zo. Even kijken, de laatste hoek. Dit zou goed zijn. Maar dan zou deze dus weg moeten kunnen halen. Yes! Ongelooflijk dat dit gelukt is. Ja, ik hoop dat ik er geen één nog meer hoef te doen. Please laat dit de laatste zijn. Signal to noise is out of whack. Nee. Your signal processor should reduce lag. Oh lord. Oh my. Okay. Hoe, wat, waar? Wanneer? Even kijken, wat kan wel weggehaald? Spijt me, maar niks kan worden weggehaald. Okay, dus ik moet met een negatief beginnen, het moet. Oh, draai, draai, zo. Dan hier de hoek om, sowieso. Ja, dan weer een positieve ding. Ja, het kan. Het kan dat je... Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Positief, negatief, positief, negatief. Ja, even kijken. Dan hier weer de hoek om. Oké, dan deze zo. Oh, ik wou dat ik deze niet hoef te doen, want ik weet wat er nu gaat gebeuren. 100%, ik weet wat er nu gaat gebeuren. 100%. Hij gaat er negatief weer in, zie je? Dus ik wist wat er nu ging gebeuren, 100%. Ja. Ik wist het gewoon. Dus hij staat al goed. Het enige wat ik nu dus hoef te doen, is hem de goede kant op krijgen. Alleen hoe? Wacht. Ander plan. Deze kan niet weg. Deze wel. Die niet. Deze wel. Die wel. Die ook. Deze ook. Oké. Wat ik nu ga doen, is dus... Oké. Ik hoef het niet uit te leggen. Jullie zien het vanzelf. Even kijken. Dan gaan we deze zo. Deze pakken we weer een positieve erbij. Die gaat zo. Deze gaat rechtdoor. Komt die er zo uit te zien. Dan gaan we zo. Hier een negatief. Wat op zich logisch is. Oké, die is de verkeerde dus. Ook de verkeerde. Ook de verkeerde. Sorry jongens, dat was mijn telefoon. Maar oké, dus het maakt niet uit welke ik doe. Het blijft voor de verkeerde gaan. Oké, nice. Even kijken. Zo. En dan. Even kijken. Zo, zo. Zo. Hij kan die hoek niet maken. Hij kan alleen maar omhoog. Dus dit is niet goed. Oh, oh my. Oké. Draai, draai, draai. Hij kan alleen maar die kant op. Wacht. Idee. Er zijn twee hoeken. Als je deze hier neemt. Deze. Nee, dus die neem je. Daar, oké, okay, ja. Oké, okay, dan neem je hier een rechte stukje. Dus de rechte stukjes zijn nu op. Wat op zich logisch is, want ik heb er te veel gebruikt. En als je hier nog één zo'n stukje neemt. God dang it. God dang it. Nee. Had ik hier toch misschien de andere kant op geslagen. Is misschien toch beter geweest. Ja, dat ga ik doen. Dan hier. Nee. Kan niet ook. Kan ook niet. Hoe ga ik dit doen? Draai, draai. Draai zo. Zou je zeggen dat deze dus hierheen moet? Maar ja. Ja, dat zou je dan zeggen, ja, maar. Er is geen ander stukje? Nee. Ik ga dit niet skippen, ik heb er vorige al geskipt. Even kijken. Hoe doe ik dit? Kom op.
Zo klopt die. Alleen. Nu moet ik alleen nog dit hoekje te maken. Dat is het probleem. Dat is nu. Shooty. Sorry jongens, dat was mijn moeder. Even kijken. Dit is zo niet fijn. Sorry jongens. Ik druk er niet graag op. Maar dit zijn gewoon moeilijke puzzels. Deze, ik heb veel puzzels. Ik heb al 2 puzzels geklaard. En deze puzzel is wel de moeilijkste geweest. Echt waar. Oké, jongens, sorry dat ik deze puzzel weer geskipt heb, maar het is gewoon te moeilijk. Maar goed. Eens kijken of het lukt, Otto. Kijken of er nu niks. Ja, hou je knop. Hou je hond maar vast daar, want je weet het nooit. Oké, bal gaat hij proberen. Wat gaat hij proberen nu? Zodra het fout gaat, druk je daarop. Hoppa. Yes. Eens even kijken. Hoppa, 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 hoppa. Ja. Zo. Ik call that a mild success. Yep. I call that unbelievable. Inderdaad, ik kan het ook niet geloven, jongens, maar het is wel gelukt. Do you need some help? Yes. Gaat het? Doctor, what's going on? Ja, kun je me dat vertellen? It's become that obvious. My doctors call it a degenerative neurological disorder. It's probably caused by overexposure to toxic chemicals in my reckless youth. Mm-hmm. Sorry, is there anything I can do? You already are. Okay. The worst part is, it only affects the muscles. Yeah. The mind continues to... Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. I can no longer do. Nee, that's nothing. You're the only one who knows, Peter. Ja. I'd like to keep it that way. Okay, prima. Of course. Is goed, ik zal niks zeggen. If you'd like to seek a position with more of a future. Mm-hmm. Hey, I came here to work for you because of what you've got up here. Yeah. It's not going anywhere. So neither am I. We gaan nergens heen. We gaan dit tot het einde samen doen, Otto. Okay, kan ik weg? Oh, Peter, before I forget, I read the most fascinating article. Outlines possible next steps for the neural interface. Yeah. I'll take a look. Thanks, Doc. Prima, ik zal even kijken. Rennen. Man, a direct interface with the basal ganglia. Exciting, but risky. I don't know, Doc. You'll need a gallium silk array to make it work. Even then, odds of injury are pretty high. Golly! Genius! Never mind the risk. You'll work them out in time. Doc's really sick. Yeah. At this rate, he'll lose control of his motor functions within a year. If we're not careful, an intracranial implant could make things even worse. Ooh. Even alter his personality. We need to proceed carefully. Yeah.
voorzichtig doen. Maar goed, we gaan door. Even kijken. Hey. Doc, I'm sorry. My aunt just texted. No worries, Peter. I was thinking of getting pregnancy. Oh, ging verkeerde kant. I'll be back in a few hours. Ja, kom zo terug. Ik ga even pauze houden. Zo. Hoppa. Even kijken. Kijken wat we nu gaan doen. Ik denk gewoon rondvliegen bij die totdat we... Tot we de nieuwe taak krijgen van de game. Wee! Hi, May. Hi, dat ging niet. Running late? Nope, I'm actually on my way now. Ja. Have you heard from Miles? No, but his mother said he was coming, so... Good. I'll be there soon. Bye. Ja. Kom eraan. Hoppa. Oké, ik ga even kijken wat dat is dan, of ik er dichtbij sta. Ja. Ga even. Eerst. Folks, you've no doubt heard about the riot at Empire State University. But this is not your usual toxic mix. Underage drinking, titles, millennials, and hormones run rampant. Authorities are keeping a tight lid on the situation. Hallo. Ken je dit nog? Naam is Spider-Man. Jullie naam is vanaf nu. Oh. Iets te laat, maar oké. Even kijken, jongens. Daar staan er nog meer. Zo. 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 Maar goed, even kijken. Nog een minder, jongens. En jij gaat ook neer. Hop, hop, hop. Hop, hop. Nee, ik gooi terug. Mag wel. Zo. Even kijken, hoor. Ik ga jou wel even met de move uitschakelen. Zo. Demons are total fanatics. Zo, bewaren ze. How loyal they are to Martin Lee. Bad mojo officer, real bad. Nu loop ik te twijfelen of hier mensen nog vastzitten of... Nee. Dus, ik ga maar weer terug naar mijn werk. Ja. Yeah. Ik ga terug naar mijn werk. Terug naar het redden van... Oh. Everybody. Het redden van iedereen. What are you doing here? Laat Miles met rust. Hey man! You got a fighter. You just made your last mistake, punk. What the? Does it seriously take this many guys to rob a teenager? Sorry jongens, ben ik weer. Ik moest even wat tegen mijn moeder gaan zeggen, maar ik ben er weer. Oh, ze zitten nu allemaal op één kluitje, wacht even. Oh. Zo, twee. Hey.
Jammer hè dat je die man hierboven niet kunnen grijpen. You hurt? Gaat het? You're Spider-Man. Yep. You're the amazing Spider-Man. Yep. You're the spectacular Spider-Man. And a few other choice adjectives Jameson uses. Look, that was really brave. Mm-hmm. Next time, leave the fighting to the pros. Okay? Okay, but what if there aren't any around? Well, you can't just go swinging at someone twice your size. I mean, don't get me wrong. I fight guys stronger than me all the time. But mm-hmm. when I do it, I have... Oh, like that time you fought Ryan on the Brooklyn Bridge? That was so awesome. Perfect example. Deze... guy's bigger, you gotta be quicker. Deze gast okay. weet alles van Spider-Man, blijkbaar. But that's... It's easy for you to say. Sorry, I just can't do what you do. Klopt. Leer het hem, Spidey. Right, put him up. Seriously? Yeah, come on. First thing. Don't let the adrenaline get to you. Breathe slow, breathe deep, relax. Hip square to your opponent. Let them make the first move. Now use your feet, and when they go off balance, look for an opening. Boom. Like that? Yeah, yeah, that's it. Okay, only this time, just let me have it. Right on the jaw, okay? I can help. Oh, shit. Sorry. Oh. No, no. It's all good. Keep that up and, you'll be fine. All right. Mm-hmm. Lesson's over. Gotta go. Yeah. Hey. Lesson's voorbij. We gaan. What? Thanks. Graag gedaan. Anytime. Dat was het werk van Spider-Man. Just found Spider-Man. Yep. Dat is Miles. Okay. Let's go. Shelter should be just ahead. Bro, you're not gonna believe this. I just met Spider-Man. What? That's crazy. Agent Schomer hacking us? Mate. Man, I totally forgot. Suck. He totally would have bought it off you, and then we'd be like famous. Yeah, I'll show him next time. I gotta go. I promised my mom I wouldn't be late. Cool. Later. Ik kan hier niet langs. Are you kidding me? It's gonna take forever. That drone wasn't watching. I could jump the fence. Do you know anyone by the name of Martin Lee? Have you seen him? Wow, that was too easy. I can't believe Sable systems are unsecure. Maybe I'll send an anonymous tip. Okay, hacking app. Don't fail me now. Maybe I could turn on that siren. Okay, time to move. Nog een keer. Sector clear. Continuing patrol. Whoa. Think I'll stay clear of those guys. Okay, nog een keer. Even kijken hoor jongens, hoe ik dit nou weer ga doen. Okay, hacking app. Don't fail me now. Nee. Okay, time to move. Control
Whoa! Wat? Hoe is dit ge... Oké. Hoe is dit gebeurd? De vorige keer kwam ik er veilig langs. Te ver. Oké, hacking app. Don't fail me now. Okay, time to move. Okay, ik moet hem dus ook weer afleiden. 5x5 control, area clear. Stay alert. I think we got company. Oh. Okay, let's see. I can go under the gate on the left, or over the scaffolding to the right. Ik ga wel onder de gate. Ik ging zo op een domme... Ik ging zo op een domme plek staan, dat willen jullie niet weten, maar... Oké, rustig aan. Eerst loop ik jou. Better check it out. Die kant op. Might have something control. Stand by. Okay, my faithful listeners. I've been getting a lot of calls about this single international outfit that's assisting police with suspects in the city of Baltimore. I've got Ken on line 3 with his boss. Ken, you're on with Jake O'Shea. First of all, I just want to say it's an honor to be on your show. Thank you, Ken. You just earned yourself a copy of my new book. Oh my god. My god, my god, my god, wat is dit? Oké. Rustig blijven. Oké. Dit gaat nog weg. Slecht in geworden sinds
Oh, en die gast ziet me niet vanaf hier? Cancel that control. Sector clear. I see something. Job over. Stand by. Ga hier achter staan, ga. God, ik zit het nu zo hard te falen, jongens. Niet gezond. Oké, rustig aan. Okay, my faithful listeners. I've been getting a lot of calls about this stable international outfit that's assisting police. Suspect. I've got Ken on line 3 with some thoughts. Ken, you're on the table. First of all, I just want to say it's an honor to be on your show. Thank you, Ken. You just earned yourself a copy of my new book, J. Jonah Jameson, Always Right, Never Wrong. I already have one. Can I get a t-shirt or something instead? No, now get through your book. So I got this buddy on the force who says that these Sable people don't report to police or nothing. He says they report directly to the mayor. Is that true? Great question. Let's send this guy to... has some accountability problems of their own. How many dirty cops were unearthed? Okay. Ooh. I'm in the clear. Veilig. Tense. Okay, and you? Oh, hey, Mom. Hi, honey. Did you make it to the thief shelter okay? Yeah, almost there. Miles. You don't have to work at that shelter, you know. You said I did. No, I gave you a choice. Yeah, and I chose this over more therapy. I mean, it was helpful. The guy said everyone grieves in their own way. And this is mine. Okay. Sorry. Mom. Yeah? Just because I don't want to talk about it doesn't mean I don't love you. I love you so much. We'll get through this. I gotta go. I'll call you on my way home. En we zijn er. Moest eerst heel gevaarlijk doen. Maar we zijn er wel. Phew. Hey, Miles. Pete. Yo. Hey, sorry I'm late, man. Oh, no, I'm just coming here. Alright, so, what can I do to help? Why don't you start just by, getting comfortable with the place. Meet a few people. You know, everybody loves coffee. Coffee, all right. And I'll be back in a little while to check on you, is that cool? Yeah. Oh, don't worry about Mr. Hodges. He doesn't bite. Much. Okay. Are you sure? Maar moeten wij dat nu met Miles gaan doen of mogen wij Spider-Man spelen, jongens? Dat is het enige wat ik niet weet. Coffee? Thanks. Need help? Not unless you know what the hell a quark is. It's a subatomic particle. Tuurlijk weet hij dat. You know, als hij een hacking app kan maken, jongens, protons, dan weet hij dit ook. Neutrons, hadrons. Subatomic. It fits. Good one, kid. Piece of junk. Oh, hell. Damn hunk of junk. You mind if I take a look? Huh? Oh, we have a couple of CRTs at school. I know how to fix these when you're... What? No, you just gotta smack it. Up time. Ik denk dat het dat niet gaat werken. Or, could be a loose coax cable. All right. Be my guest, huh, Mr. Smarty Pants? Oh, please, go ahead. Shit.
Tributes continue to pour in for Officer Jefferson Davis, the hero killed in the City Hall bombing, as reports emerge that he used his own body to shield others in his last moments of life. Hey, new kid. I'm empty here. Oh. Man, it'd do nothing wrong except get himself blown up. It's not bloody not fulfilling to me. I see you've met Miles. He's gonna be helping out around here. You may have heard of his father, Jefferson Davis. Pretty great that even though he's got a lot of stuff going on right now, he decided to come and volunteer. Don't you think? Yeah. Thanks. Listen, Kevin. Sorry about your dad. Manny, I'll check on the dog anyway. See if Aunt May needs a hand in the kitchen. Hey, May. I gotta take off, but, brought some help for you. Hi, Miles. Nice to see you. Well, grab an apron, wash your hands, and I'll show you around. Hey, Peter. Thanks for that back there. Of course. Almost noon. Sable should be moving Dr. Michaels. Better get to the Bowery and locate him. Maar oké, jongens, ik hou het voor gezien. Want we zijn nu al over een uur heen. Dus daarom zeg ik bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Abonneer om op de date te blijven. Druk het belletje aan om niks te missen van wanneer ik een video upload of wanneer ik live ga. En dan zeg ik. I'm heading to the Bowery to make sure Michaels gets to his new safe house. You know, safely. En dan. I wouldn't do that. Silver Sable made it clear you are not welcome. Yeah, well, what's she gonna do? Shoot me? Honestly, 50-50 chance. Ah, fine. I'll be in the neighborhood, but not too close. Just in case. Okay. Jongens, dus abonneer als je het een leuke video vond. Like voor nog een Spider-Man video. En druk het belletje aan om op de date te blijven. En dan zeg ik, later.